Ja, ja, wie is daar? Meneer Sherman? Ja, wie is daar? Meneer Sherman, ik moet u spreken. Wie bent u? Wat is er? U kent me niet, maar het is dringend. Ja, het is na middernacht. Op dit uur doe ik toch echt voor niemand open, hoor. Doe alsjeblieft. Het is een kwestie van leven of dood. Bent u alleen? Ja, ik ben een heel klein meisje. Moederziel alleen. En u moet me helpen. Hoe helpen ze iemand u achterna? Nee, maar dat kan ik zo door de deur heen niet vertellen. Het is strikt persoonlijk. Zeg, u liegt toch niet, hè? Zweer dat u alleen bent. Wat zegt u? Zweren? Ja, herhaal, God is mijn getuige dat ik alleen ben. God is mijn getuige dat ik maar een klein meisje ben. Moeder is hier alleen. En ik word niet achterna gezeten ook. Oh, zo. Zo, meneer de Geur. Vieze, vuile rotverkipper. Nou, dat klein was toch beslist gelogen, hè? Pissend, spannend. U vergist zich, u bent aan de verkeerde deur. Ik kan jou alleen maar eens even heel goed bekijken. Nou, u vergist zich, u heeft echt de verkeerde voor. Verkeerd, moet je haar horen. Geluren, hè? Door dat raam daar, hè? En de huisbaas bellen, hè? Of niet soms? Ik ken u niet. Nee, dat had ik kunnen weten. Een viezerik door een raam naar een meid staat te gluren is nooit mans genoeg om er vooruit te komen. U bent hier binnengekomen onder valse voorwensels en u vond heeft het recht niet. Leuk, vond jij het lekker? Wou jij ook zo graag doen wat de grote kerels doen? Ik heb geen flauwe notie waar u het over heeft. Ik heb geen flauwe notie waar u het over heeft. Je meet het, maar daar trap ik niet in. Want jij hebt de huisbaas gebeld, hij heeft mezelf verteld. Jij bent toch, Sherman? Ja, als u nu weggaat, dan bel ik de politie niet. Kom. Wel, dat was jij toch van plan. Jij zou de politie bellen, want hij heeft de huisbaas mezelf verteld. Pissemet. Spinnekop. Luizenbos. Scheidpleister. Als ik u een goede raad mag geven, dan beheerst u ons smakelijke taal en identificeert u niet allerlei doodonschuldige diertjes met uw opzinnigheid. En waarom beheer zij je smerige rot? Fantasie niet vertel me, dat is een dan moet u toch eens even heel goed naar mij. Je moet blij zijn dat ik te beschaafd ben om uw eigenhandige pakje pseudomietrij te geven. Mag ik even, u bent lichtelijk van streek. Je moet blij zijn dat ik tegen lichamelijk geweld ben. Er is u iets gebeurd, iets onaangenaams, daar is toch geen reden. Wat mij gebeurd is dat ik mijn flat ben uitgezet om 2:00 s'nachts. Heeft hij dat gedaan? Ja. Ja, maar dat was toch nergens voor nodig? Ah, jij bekend. Jij hebt de huisbaas gebeld. Ja of ja? Ik heb niets te bekennen. Het is me trouwens een raadsel. Je van hieruit op wat dat kan zien. Nou zeg, jij moet ademzogen hebben. Waarom moest nou juist mij het prikkel durven om zoiets te doen? Goed, ik heb geld aangenomen van een paar heren. Nou, wat kan jou dat schelen? Er zijn gelukkig nog altijd een paar mensen die de wet respecteren, mevrouwtje. Dat moet u begrijpen, dat houdt de maatschappij in stand. Hiep, hiep, hoera. En hoor ik niet bij de maatschappij, hè? Hoef ik niet in stand gehouden te worden. Er zijn overtredingen. Als u nu in de moeilijkheden zit, heeft u dat volledig aan uzelf. Dus daarmee sta jij te loeren. Gewoon is nog niet erg genomen met een verrekijker. Puur smerig, gluipelig. Ik ben een schrijver en een schrijver is een waarnemer. Dat is mijn volste recht. Zal ik jou eens vertellen wat je bent? Ik denk niet dat ik daar enig benul van heb. Je bent niks anders dan een vieze, vuile, smerige gluurder. En waarom doet u uw gordijnen niet dicht? Ik doe mijn gordijnen nooit dicht. Ik heb de beste gordijnen. Oh, dat treft dan slecht met uw beroep, hè? Ik vergeet gewoon dat de wereld barst van de gluurders. Oh, ik had op mijn hand niet leren. Kijk uit voor gluurders. Wat doe je nou? Beginsel vast, bespaart uw last. Wat betekent dat? Dat is om mij eraan te herinneren dat ik na 12 mijn deur dicht laat. Waarom maak jij er niet een van? Ik mag niet gluren, dan zal ik bezuren. Viezerik. Ik zou het erg waarderen als u dat woord niet meer gebruikt. Oh, kun jij er niet tegen? Is dat even pech hebben? Viezerik. Gluren. Verklikken. Vieze vuile verklikken. Opgelucht. Viezerik. Als u er zeker van bent dat uw gifblaas nu helemaal leeg is, dan kunt u gaan. Kom. Ja, waar naartoe, vertel me dat eens. Maar heeft u dan niet een vriend of een goede kennis waar u heen kunt? Om 2:00 s'nachts zeker. Een hotel? Ja, zonder poen. Die rotzak heeft al mijn geld afgepikt. Wie? De huisbaas. Ja, maar hoe dan? Met zijn ene hand stond hij mooi met jou de maatschappij in stand te houden. Met zijn andere hand stond hij mij mooi te plunderen. Hij zei dat jij mijn geld had zien aannemen, ja. En jij zou naar de politie gaan. En als ik hem nog geld gaf, zou hij het voor mij in orde maken met de politie, zodoende. Oh, maar dat is gelogen. Dat is pertinent gelogen. Ik vroeg hem alleen maar of hij wist wat er aan de hand was. Ja, was dat even tof van je? Ja, ik vond dat je het moest weten van zijn eigen bestwil. Oh, wat ben jij toch zoet en lief. Wat ben jij toch een brave bewaarschooljuf. Ajo, heb je wat poen? Ga naar een hotel, je krijgt morgen terug. Ik heb geen geld in huis. Ja, ik heb mijn salarischeck net geïnd. Maar die heb ik nog, tenminste, die heb ik gekregen, maar niet geïnd. Nee.
miserik hebben nooit geld. Kunt u niet iemand bellen, hè? Van familie. Hier kunt u echt niet blijven. Oh, ik slaap nu net zwievend groot. Oh, dat is dan een kwestie van smaak, hè? Wat bedoel je nu? Haal eens even een laken en een deken. Ik slaap op de bank. Nee, dat kan niet hoor. U kunt echt niet hier blijven. Nee. Waarom niet? Dan waar moet ik anders naartoe? Ik dacht dat je hier nog zo verheugde op een nacht in de goot. Wees niet zo stinkend vervelend aan alle deken. Wat? Ja, goed. Voor vannacht moet het dan maar, hè? In godsnaam. Nou, niet te danken, zeg. Ik heb geen flauw idee, ik heb geen televisie. Ach nee, hoe kan ik ook zo stom zijn? Jij hebt je eigen programma, hè? Hè? Hoe was ik in mijn laatste verrekijkershow? Zeg, je gaat hier toch niet midden in de nacht tv zitten kijken? Ja, natuurlijk, anders kom ik nooit in slaap. Hoe? Kijk, het is niet mijn schuld als ik hier ben, hè? Als jij je bek had dichtgehouden... En jij je gordijnen? Heb je hier een liefje zitten, hè? Een lekker knulletje. Of doe jij meer aan groepseks? Ja, zeg, je bent me wel een zwerfkat, hè? Op je rug en dan met je achterklauwen. Ratsruk je zo het hart uit je lijf. En hoe doe jij het, Engel? Haar uittrekken, ogen uitkrabben. Hé, hey, geef me ook eens een slok. Oh, ogenblik. Nee, van de hele slaap ik niet. Eén slok van jou is voldoende. Schrijf je wel eens voor de televisie? Nee, ik kijk wel uit. Wat voor soort schrijver ben je dan? Heb ik ons van je gehoord? Nee. Iemand van jou gehoord? Nee. Mijn stem gaat teloor in het gerinkel van de kassa. Dat waren twee slokken. Wat deed jij daar? Heel zo. Met je mond aan de andere kant? Oh, dat doe ik altijd. Automatisch. Ja. Ja, in wezen ben ik een hypochonder. Of ik iets smerigs ben. Of ik een smerige oorworm ben. Die zich zomaar ongemerkt jouw keurig net de fletje heeft weten binnen te dringen. En of jij nou zin hebt op een kapotte trap, dat soort werk. Zeg, jij lijkt wel knettergek. Ik moet je eens even heel goed naar me luisteren, kereltje. Die blik in jouw ogen bevalt me totaal niet begrepen. Ik ben een fotomodel. Ik heb in ik weet niet hoeveel tv-spots gestaan tot een 60 kilo hoog. Ja, maar dat is dan helaas niet meer het geval. Maar dat drinken aan de andere kant, dat laat je begrepen. Van een fotomodel loop ik zo begrepen. En dan neem ik af en toe eens een keer iemand weer naar boven. Ik ben zo zoveel. Zo, hè? Waarom probeer je het niet met leger des heils? Zonder poen? Nou, zo christelijk zijn ze dan niet. Er woont een oud mannetje hiernaast. Oh, en die mag vooral niet te weten komen dat jij vrouwen bent opengeschakeld, hè? Zeg, als jij denkt dat je met zulke smeer... Ik maak mijn neus al weg voor je wakker wordt. Hé, doe me een lol, als je wakker wordt en ik ben er nog, geef even de geel voor je binnenkomt. Kan ik mijn ogen dicht doen? Moet er niet aan denken dat het eerste ding dat ik in de ogen tegenkom jouw portret is. Hé, waar is de play? Neem me niet kwalijk. De prins, de doos, het kleinste kamertje van het hele huis. Het toilet is in de badkamer, mevrouw. Welterusten. Welterusten. Viezerik. Waarom? Om een blond meisje met blauwe ogen.
korenbloemen blauw die van hem hield. O Ben, mijn ogen zijn nog steeds korenbloemen blauw. Maar mijn haar is helemaal grijs. Niet voor mij, Alice. Voor mij blijft het altijd blond. Ben, je bedoelt toch niet... Nee. Ja, hebben ze je dat niet verteld? Ja, Alice, ik ben blind. Een ongeluk in de gevangenisbibliotheek. Nee, Ben. Je bent niet blind. Jawel. Zo lang ik heb je twee ogen van ogen. Oh. Dames en heren, hiermee zijn wij aan het einde van ons programma gekomen. Wij wensen u een goede nacht en wel te rusten. Dank je wel. Tot morgen. Ja. En verdomme, viezerik verklikken! Ja, wat is er nu weer? Mijn radio is stuk, ik denk tegen een traptree gebotst. Is het nu werkelijk nodig om midden in de nacht... Ja, anders kom ik nooit in slaap. Heb jij geen radio? Radio? Nee. En verdomme, waarom ben ik hier ook naar toe gekomen? Ja, dat was ook helemaal fout vooruit. Verdwijn! Ik had een vriendje van me $1 moeten geven voor een pak op je lazer. $1, daar krijg je tegenwoordig niet veel voor, zelfs geen pak op je lazer. Een echte vriend. Hij had het voor niks gedaan ook. Maar $1, daar had ik op gestaan. Ja, ja. Wat valt er verdomme te lachen? Ik stuur hem morgen naar je toe, eens kijken of je er nog lacht. Hè? Nou kom ik helemaal niet meer in slaap. Ja, maar waarom niet? Ik ben veel te gespannen. Nee, ik heb geen slaappillen. Oh nee, geen slaappillen, daar word ik duf van. Een warm bad, dat ontspant. Daar word ik ook duf van. Gek woord, hè, duf. Mijn moeder zei vroeger altijd, wat ruikt het hier duf? Maar ik word duf zonder te stinken. Je wel eens meer van het woord hebben twee betekenissen. Neem nou het woord jongeheer. Vroeger wist ik alleen maar de ene, maar nou weet ik ook de andere, begrijp je? Nauwelijks. Nou kijk, jongeheer heeft twee betekenissen. Je kan jongeheer zeggen tegen een jonge jongen, maar je kan ook jongeheer zeggen tegen... Zeg, wat bezielt jou in godsnaam? Ik ben op en op dit 5:30. Jongeheer. Klinkt misschien een beetje raar, maar zou je niet een poosje met me willen praten? Zeg, het lijkt wel of jij bang bent om alleen te zijn. Nee. Maar ik kom alleen in slaap als ik ergens te luisteren naar de radio of de tv. Maar er in mijn radio's naar zijn malle moeder voor televisie is het te laat. Ja. En voor mij is het ook te laat. We gaan sluiten. Nou, goedenavond, dames en heren. Dat was het dan weer. Het einde van de show. Mijn show zei die gaat slapen. Wel terug. Er zijn nog makkelijk mensen te blijven. Een goede nacht. Nou, ik dacht dat jou gezond zo voor humor. Ja, ik ben een viezerik met humor. Zo kan je toch in de mensen vergissen? Wel te rusten. Als jij nog één stap in die slaapkamer zet, gillen de hele buurt bij elkaar. Alsjeblieft, in godsnaam. Dat kan niet helpen. Kom alleen maar in slaap als ik ergens naar luister. Hé, kan jij me niet voorlezen? En de tijdschrift? Is dat werkelijk het enige waar jij niet in slaap kunt komen en met voorlezen? Maar nee, er is nog een andere manier. Daar ben ik niet in geïnteresseerd. Die bedoel het niet, viezerik. Nou goed, dan, wat kan ik dan voor je doen? Maar voorlezen. En van pad voor je slaap. Goed. Ja! Maar niet van die geleerde dure woorden gebruiken, hè? Want daar krijg ik wat van. Nee, afgesproken. Hmm. Nou, komt er nog wat van? Verhaaltjes voor het slapen gaan zijn op. Wat was die... Die andere manier om in slaap te komen. Hè? Ah, nee, dat werkt alleen maar in de winter wanneer het steenkoud is. Dan kruip ik onder wel 1000 dekens. Nog een wonder dat ik niet stik. Ach, lees me nou toch voor, het doet er niet toe wat. Ja, misschien krijg ik je met Shakespeare in slaap, hè? Oh nee, van Shakespeare krijg ik zo'n hoofdpijn. Ja, maar ik heb niets in jouw genre, geen strips, geen filmbladen, geen sensatieblaadjes. Ga door, je hebt zo'n heerlijke stem. Daar krijg ik echt slaap van, ga door. In sportief ontbijt. Ingrediënten. Havermeel, tarwekiemen, suikerzout, kaneel, natriumfosfaat, calciumcarbonaat, kleurstof, ijzer, niacine. Dat werkt niet, daar krijg ik alleen maar honger van. Lees dat voor van jezelf, wat je het laatste geschreven hebt. Ja, maar dat is niets voor jou. Och.
87 jaar geleden hebben onze voorvaderen op dit halfrond het aanschijn gegeven aan een nieuw volk. Geboren en getogen in vrijheid en overtuiging toegedaan dat alle mensen zijn geschapen als elkaars gelijken. Als elkaars gelijken. Waarom ga je daar niet door? Ik vind het zo prachtig. De rechten van de mensen, hè? Nee, de oorlogsverklaring aan de Indianen. Oh, ja, dat is waar ook. Hé, waarom ga je daar niet door? Ja, ik weet het niet verder, zeg alsjeblieft. Ik ben op, hoor. En jouw eigen verhaal, waarom is dat niks van mij? Ja, er komen geen nobele mensen in voor, geen verkrachtingsscènes en geen happy end. Maar voorlezen. Misschien kan ik je de zwakke plekken nog wel aanwijzen. Zie je, bent er me toch ook eentje, hè? Grote meid, is jij nog bang om alleen te zijn? Ja, belachelijk, hè? Ja. Maar kijk, weet je, het is niet dat ik bang ben om alleen te zijn. Alleen ze kan me niks schelen. Maar er is iemand in de kamer. Ik hoor hem ademhalen. Hij zit er alleen maar adem te halen. Daar ben ik zo panisch van. Ik ben een analyse geweest. En mijn psychiater zei ook dat... Hé! Hey! Hé? Oh! Maar waar had je het over? Over alleen zijn. Oh. Mijn psychiater zei ook dat als ik zo door... Ben jij in analyse geweest? Ja, natuurlijk. Je meent het? Ja, ik heb wel iets van hersens. Wat voor een psychiater was het? Oh, was een hele lange knappe man. Nee, dat bedoel ik niet. Ach, laat maar, wat zei die? Krijg ik nou wat van, hè? Van het ach, laat maar. Zo van vergeet het, maar je bent toch te stom om het te begrijpen. Nee, het was juist een hele domme vraag van mij. Echt waar? Ja, natuurlijk, daarom zei ik ach, laat maar. Wat zei die? Nou, hij zei dat als ik bang was om alleen te zijn... Dat het kwam door een onbewust schuldgevoel. Een schuldgevoel is ellendig. Oh, het vreet aan je. Ja, het vreet aan je. En als je mij niet laat slapen, hè, dan ben je morgen door dat schuldgevoel helemaal opgevreten. Zo. Handig bedacht, slimmetje verhaal. Ja, maar dat is niets voor jou. Als ik van een slaap val, is het wel wat voor mij. Goed. De Geel. De Geel, oh, dat is de titel. Prachtig, De Geel. Ja. Eindelijk titel. Dank je. De zon spoot ochtend op Willy's gezicht. Eén ooglid ging sidderen en hief zijn ziel uit zijn slinkse vlucht in de dood, gillend omhoog. Willy... De zon spoot ochtend in die ventse gezicht. Ja. Je had gelijk. Hoezo? Het is niks van mij, ik vind het afschuwelijk. Ik heb het ook niet voor jou geschreven. Waarom niet? Ik ben publiek. Je praat te hard. De zon spoot ochtend in die kerelse gezicht. Ja, waarom maak je dat toch zo kwaad? Haal je de brutaliteit van hem zo iets belachelijks in een verhaal te schrijven. De zon spoot ochtend in iemand zijn gezicht. Oké, dan spoot hij niet, maar hou je gemak. Dat probeer ik wel. Maar van zulke onzin word ik zo razend. Alleen omdat je het niet begrijpt. Dat is toch logisch? Dan voel ik me buitengesloten. Zo heb ik eens een keer de wekker door een beeldbuis gegooid. Je meent het? Ja, was een voordracht van poëzie of zoiets dergelijks. Nou, ik maak me daar een ene kwaad rat. Bam, $63 voor een nieuwe buis. Ja. Terwijl je met één draai om de knop gratis en voor niets op je eigen lage pijl had kunnen blijven. Buis, heb jij het tegen mij? Zij maken je altijd zo druk, hè, over alles wat boven je pet gaat. Maar dat is toch logisch? Bij die hersenspoeler ook altijd van die geleerde, dure woorden. Nou, één keer, hè, heb ik van pure woede naar afloop mijn jurk binnenste buiten aangetrokken. Kreeg jij psychiatrische hulp met je jurk uit? Hé, verdomme. Waarom vertel ik dat nou? Nee, is heel gebruikelijk, hoor. Transacties met gesloten beurzen. De dokter niet te nagesproken. Daar snap ik nou alweer geen snars van, hè? Rustig, hè? Weet je wat jij bent? Jij bent identiteus. Identiteus? Precies. Wat betekent dat? Ah, die zit er. Ik vertel het je lekker niet. Ah, dat woord heb je gewoon bedacht. Oh, die van jou zijn ook gewoon bedacht. Nee, die van mij staan in het woordenboek. Ja, dat zeg jij. Misschien is het nooit bij je opgekomen, hè? Maar in plaats van je zo kwaad te maken, zou je misschien eens kunnen proberen de dingen te begrijpen die je zo kwaad maken. Ach, laat andere mensen eerst maar eens proberen mij niet kwaad te maken. Ja, kijk, leeg hoofden in de watten leggen, daar is de vooruitgang niet mee gediend. Ah, Bast, jij valt dood. Je adem inhouden. Hou zelf je adem in. Misschien hik je nog in slaap. Wees niet zo verdomde leuk, zeg. Weet jij dat er mensen zijn die zijn dood gebleven in de ik? Glaasje water? Nee, het werkt niet bij mij. Het enige wat bij mij werkt is maak maar het schrikken. Ja, hoe krijg je verschrikking als jou aan het schrikken? Het zit diep, zeg. Het zit helemaal onder de hartstreek. Schiet maar, maak maar het schrikken, vraag! Ja!
ga dan, ga. Auw. Daar was ik op verdacht. Je moet het doen wanneer ik er niet op verdacht ben. Ja, maar je bent er toch op verdacht dat ik je ga laten schrikken? Ja, maar, oh, laat maar, mafkees. Zorg dat ik aan iets anders denk. Leid me aandacht af. Ja, maar wanneer denk je aan iets anders? Dan praat me een zijstraat in. Dus, zij... Ah, mooi weertje vandaag, hè? Zomertje mag gewezen. Fantastisch. Volgens mij is het veel warmer dan vorig jaar op dezelfde tijd, vindt u niet? Maar vorig jaar op dezelfde tijd zat ik in Chicago. Het is een interessante stad, Chicago. Maar mij hoeft het niet. Schiro, toch wat voor ik me dood, hè? Ja, maar ik leid je alleen maar af. Ik ben afgeleid. Je bent er weer op gedacht. Gelijk. Ik was er op verdacht achter. Zeg, ik kan niet meer hoor. Ik ben echt op. Ik ben duf. Ik ga maar weer eens bedje toe. Jij geldt je voor mij met maar de stuip en het zal mijn zorg zijn. Vuile rotzak. Ik wil me helemaal alleen achterlaten. Hij wil me helemaal alleen achterlaten. Hij wil me helemaal alleen achterlaten. Ja! Wil je mij aan hartaanval bezorgen? Wil je mij vermoorden, maniak? Gelijk van knettergek. Weet jij hoe gevaarlijk het is om iemand zo de stuip op zijn lijf te jagen? Maar het bonst als een gek. Je vroeg me toch de stuip op je lijf te jagen? Ja, maar geen hartaanval. Ik had er wel van lijken kunnen liggen. Heb jij vodka? Nee, ik heb alleen maar huishoudsherrie. En wat jij nodig hebt, dat is slaap. Huishoudsherrie, hoe bedenkt een mens het? Bij jou zou ik alles neppen. Oh, misschien heb ik nog whisky. Dat klinkt beter. Tenminste, als ik hem niet heb weggegeven. Hè. En ik had nog zo'n groene... Hemmes! Wat is dat, huishoud whisky? Had iemand hier laten staan? Hé, je hek is weg. Mijn slokdarm is weg. Als we nu eens gingen slapen, wil ik dan echt niet meer op mijn benen staan. Laat me niet alleen. De politie bellen, goed idee, bel ze. Ik moest de politie bellen. Ik lijk toch wel gek ook, zeg. Geringeloord in mijn eigen huis door een stomme snoller. Kom ik zo? Net aardig door tegen een arm ongelukkig meisje, want het is jouw schuld dat zo ongelukkig is. Oh nee, ik heb mij strikt neutraal opgesteld en ik heb me zelfs verontschuldigd dat ik mijn plicht deed als staatsburger. Oké, staatsburger. Schiet me dan neer, staatsburger. Roep de politie, staatsburger. Red Amerika, staatsburger. Ja, kan ik het helpen dat je een hoer bent? Noem me niet zo. Ik ben fotomodel en actrice. Het gaat er niet om waar je voor uitgeeft, het gaat er om wat je bent. Schreeuw niet zo. Straks belt hij de politie. Dat kan hij niet, want hij heeft geen telefoon. Schreeuw er toch maar niet zo. Een heer schreeuwt niet tegen een dame. Neemt u mij niet kwalijk, dame? Nou, man, wat weet je van me af? Je hebt helemaal niet het recht om tegen me te praten. Omdat je me niet kent. Dus wat heb je daarvoor recht? Weet jij dat ik nog nooit iemand mee naar boven heb genomen zonder dat hij zich eerst fatsoenlijk aan me had voorgesteld? Denk jij zo dat ik me van de straat had plukken? Gaat dat zo? Kan je vergif op innemen? Ik ben er misschien een prostituee, maar een hoer ben ik niet. Dat is een heel fijne nuance. Dat vind ik ook. Wist jij dat ik in 2 tv-spots heb gestaan? Eén voor deodorant en even badschuim? Nee, weet jij niet, weet je niet. Je weet niks aan me. Maar blij met je grote waffel. Ik heb hier $2. Misschien kun je daar een kamertje voor vinden boven het benzinestation. Roep de politie. Alsjeblieft, ik kan niet meer. Roep de politie, het kan me niks meer schelen. Ik heb geen zin om de politie te roepen. Zo. En zeg, Doris? Hoe weet jij dat ik Doris heet? Dat staat levensgroot op je nachtgoed. Wie geeft jou permissie om op mijn nachtgoed te gaan lezen? Geen Doris, je weet niet wie ik ben. Dus val me niet lastig. Goed, juffrouw, wie u dan ook bent... Het is niet goed dat u hier blijft voor geen van ons tweeën. Niemand weet wie ik ben. Straks weet ik het niet eens zelf meer. Ja, maar het enige wat je nodig hebt, dat is een beetje slaap en dan voel je je zo weer beter. Ik voel me beter. Ik voel me best. Het spijt me echt hoor,
dat ik dat gedaan heb. Dat telefoontje aan die huisbaas. Ja, laat me zitten. Het is misschien wel beter zo. Ik had toch hoog dat ik eens van die rotkant afkwam. Nou, dat hele San Francisco, dat hoeft voor mij ook niet meer. Ik denk dat ik naar Los Angeles ga. Verander ik mijn naam ook meteen. Misschien kan ik wel een baan krijgen, want ik ken daar iemand van een reclamebureau. Zeg, kun jij secretaressewerk doen? Ah, nee, je kan niet typen, ik ben zo stom. Je bent helemaal niet stom. Ben ik niet stom? Nee. Meen je dat? Ja, dat meen je, hè? Anders zou jij het niet gezegd hebben, hè? Precies. Aardig van je, maar toch voel ik me stom. Ja, maar jij denkt gewoon niet genoeg na, hè? Jij leeft praktisch alleen in emoties. Jij reageert overal emotioneel op. Dat kan best. Zoals dat kwaad worden van mij als ik iets niet snap, hè? Precies. Komt iemand daar nog wel overheen over zoiets? Ik denk dat er voor jou veel meer hoop is dan bijvoorbeeld voor een meisje dat het totaal onverschillig laat, hè? Of ze nu iets snapt of niet. Kijk, maar kan jij toch nooit uit je woorden komen, hè? En met taal omgaan is mijn vak. Levert dat hem nog wat op? Nou, ik schrijf niet voor geld. Nee, maar als je het krijgt, dan aandacht toch? Ja, als ik het kreeg om te schrijven op mijn manier. Ja, het vervelende is, ze willen altijd dat je schrijft op hun manier. Hè? Ja, ze schijnen te denken dat het hun geld is. Hè? Ja, dat schijnen ze wel te denken, ja. En probeer ze daar maar eens van af te brengen. Al met al weet jij natuurlijk een heleboel woorden, hè? Jij houdt van woorden, hè? Ja, tenminste, als ik ze begrijp. Je moet niet zo bang zijn voor je eigen hersens. Die bijten niet. Ben ik daar bang voor? Ja, is praktisch iedereen. Men slaat op de vlucht voor het pijnlijke denken. Voor het pijnlijke denken. Is dat van jou? Uit een gedicht van me. Men slaat op de vlucht voor het pijnlijke denken. Wie met me naar bed? Nee! Oh, God! Wat is er? Ik bedenk ineens hoe ik hier ben binnengekomen met dat geheel en die ordinaire taal. Kwaad was je wel. Ik schaam me zo. Nou, jij gelooft het natuurlijk niet, maar als ik niet kwaad ben, ben ik reuze verfijnd. Oh, nee, dat geloof ik best. Jij stelt je volgens mij alleen maar zo glashard op, omdat je in wezen zo zacht bent. Oh, wat is dat nou weer lief van je. Dankjewel. Het slaat op niks meer, dankjewel. Het is graag gedaan, maar het slaat wel ergens op. Nou, want als ik er mooi mee ben met het rotkarakter van, wat hoeft niet dat te gebeuren, ik barst zo naar uit. Het spijt me echt, hoor, dat ik dat gedaan heb, dat telefoontje aan die huisbaas. Het was eigen gereid van me, ik doe zoiets anders nooit. Ah joh, laten we van de kleren krijgen. Oh. Een ziekte. Kijk, je vond gewoon dat je het moest moeten deed, het punt uit, je kon niet anders. Je bent sympathiek. Ja, sympathiek. Weet je, ik heb op school ook zo'n opstel geschreven, hè? En dat vond de juffrouw zo mooi, toen mocht ik het voor de klas voorlezen. Oh. Het heette De invloed van film en tv op een leven. En toen heeft ze hem naar een paar tijdschriften gestuurd, maar die stuurde het allemaal weer terug. Ja, dat ken ik. Naar Rieders Digest en nog een paar. Ah, ik had nooit van school moeten gaan, maar ja, mijn moeder werd ontzettend ziek en mijn vader begon weer ontzettend heftig in te nemen. Mijn pokkenbroer ging naar de marine en toen dacht ik, ja, we moeten nou een actrice zonder rijexamen. En omdat hij een presentie had, dan toch bij het serie beroepsbestel dat hij zou kunnen krijgen, wat nooit op de grond is gekomen. Van het opstel heb ik 2 exemplaren gehad, maar ben ze alle 2 kwijt. Wat voor een opstel was dat? Van de invloed van film en tv op mijn leven. Oh ja, dat zei je, hè? Zo spreek ik met de gedachte om het allemaal nog eens op te schrijven. Maar ja, ik ben het vergeten. Mag ik eens wat vragen? Ja? Bestaan er boeken om je intelligentie mee op te krikken? Eigenlijk niet. Een beetje stomme vraag zeker, hè? Wel, nee. Nou, waarom zit jij dan zo te lachen? Nou, ik kijk van boeken. Ik krijg informatie. De ene boek geeft meer informatie. Nee, ik heb altijd gedacht dat het een soort ziekte was, hè, als iemand een nicht was. Niet door je voor te schamen, of om je minder te voelen dan een ander. Of zoals mijn pokkenbroer, hè, die ze het liefst in elkaar wil rammen. Hé. Hey. Heb jij wel eens een meisje gehad? Of komt het juist daardoor? Waarom ben jij er zo zeker van dat ik, nou ja, zoals je dus zegt, een homo ben? Het kan toch ook best zijn dat ik helemaal niet geïnteresseerd ben? Bedoel je dat ik je type niet ben? Nee, dat bedoel ik niet. Vind je me knap? Oh ja, zeker. Maar ik ben niet knap, hoor. Suggereer ik alleen. Hoe doe je dat? Het is gewoon een truc. Kijk, je moet gewoon doen alsof je heel knap bent en dan kan... Ja, het is toch een beetje moeilijk om uit te leggen. Nee, wacht, ik geloof dat ik hem door heb. Kijk, je bent dus niet knap, maar je kan gewoon goed acteren. Nou, ik ben geen aap. Alhoewel, ja, het heeft met acteren te maken. Kijk, nou ben ik heel knap, hè? Oh, jazeker. En nou?
Nee, nee, het zijn echt twee heel verschillende meisjes. Ja, je neemt toen je zo en toen zo. Ik vond het heel verschillend. Ja, met jou weet je het nooit. Hé, hey, hoe heet je eigenlijk? F. Sherman. Ja, verdomme, stond op je deur. F. Sherman. En die F? Felix. Felix Sherman. Felix Getverdemme! Of je op een slaktrap, Felix. Nou, hoe heet jij dan? Doris. Nee, Doris hoe? Ja, kijk. Ik heb een tijdje Waverly genoemd, maar dat bracht ongeluk. Ik zit eigenlijk net tussen twee namen in, hè. Ik zoek een andere naam. Zeg, het is dan net dat ik jou ergens wil kennen. Van de boekhandel. Boekhandel De Regenboog, daar werk ik. Ja, ik heb eens een readers. Thuis is met je afgerekend. Hoor, het kan best hoor, want ik kijk naar de klanten als afrekenen. Zeker niet bij Reader's Digest. Wat mankeert er aan Reader's Digest? Rustig, hè? Daar spuit de zon niet in iemand zijn gezicht, hè? Nee, daar kwijlt het onbenullend zo'n baard. Hé, hey, wat vind jij van Washington? Washington? Washington, Doris Washington. Doris Washington. Doris Washington. Doris Washington. Miss Doris Washington! Telefoon voor Miss Doris Washington. Telefoon voor Miss Doris Washington. Nee, niks bijzonders, hè? Nee, 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 maar dat blijkt wel uit je voorliefde voor die letter W, hè? Eerst Waverly en dan Washington. Ja, dat komt. Mijn echte naam is Wilgus. Vind ik zo'n afschuwelijke naam. Maar ja, die W die zal ik nooit opgeven. Ja. Oh, uit respect voor je familie, hè? Ja. Bravo. Weet je... Ik geloof dat ik verliefd op jou begin te worden. Oh, op mij? Nou, kom nou toch. Je hebt geloven of niet, maar je bent echt mijn type. Slap van lichaam en sterk van geest. En de helft van de tijd bleken ze over van de verkeerde kant. Ah, zeg alsjeblieft. Ik ben gaaf. En zoem eens. Nee. En zoem nou eens. Nee, dank u. En ben gaaf. Zeg, je kent ook echt geen middenweg, hè? Bestaat er voor jou dan helemaal niets tussen volslagen onthouding en copulatie als continu bedrijf? Ja, nou, daar snap ik nou weer geen snaas van, liefje. Hey, noem alsjeblieft geen liefje. Oké, schat. Hoe werkt het, schat, op je? Ik ben niet de pal van die erotische verzamelnamen. Ik ben een mens, een individu en ik heet Felix. Ja, maar dat krijg ik in 100 miljoen jaar over mijn lippen. Doe me een plezier en zeg dat dan nooit meer. Ik zal mijn best doen. Jij hebt een andere naam nodig. Dat zou je goed doen. Jij bent typische letter M. Michael. Ah, nee. Mark. Nee, Michael toch? Oh, ik hou het op Felix, mag ik? Oh, dank. Je bent een einde denken. Hé, hey, heb je nou wel eens een meisje gehad? Toevallig heb ik al 2 jaar dezelfde. Je meent... Ja, mevrouw. Ja. Waar is ze dan? Ja. Die is momenteel in New York. Hoe ziet ze eruit? Een ogenblikje, ik zal ze je laten zien. Ja. Schrijft ze? Is een van de subtielste dichteressen van ons land. Herfstbladeren. Herfstbladeren. Ah, stop. Nou zeg, die moet hersens hebben. Heeft ze ook. Nou, ze ziet ze eruit ook. Als ze naar de kapper zou gaan, zou ze er best leuk uit kunnen zien. Nou, zij heeft het nou eenmaal liever zo, dus echt op en top een vrouw. Weet ik soms van niet? Nou, ik zeg maar. Nee hoor, echt jullie zaak. Op elk potje past een dekseltje. Wat bedoel je daarmee? Niets, gewoon een spreekwoord, meer niet. Zeg... Het rijmt niet, schat. Nee, wat dat betreft haalt het niet bij moeder de gans. Zal die even gek worden als ze hoort dat jij de hele nacht een andere vrouw over de vloer hebt gehad? Oh nee hoor, zo is onze verhouding niet. Wedden? Oh, wat heb ik een zin om dat te vertellen. Dat ga jij niet doen. Ja, doe ik wel. Dat is mijn plicht. Man bedriegt vriendin. Ik moet tot de maatschappij in stand houden. Doris, dat kun je niet doen. Wat is er nou? Waar blijft je gevoel voor humor? Oh, maar ik dacht dat je het echt van plan was. Ja, bij mij weet je het nooit. Ik ben zo'n goed actrice. Ja, ben je ook. Mensen zeggen altijd, Doris, met jou weet je het nooit. En weet je... Wat jouw verhaal betreft... Kijk, van Shakespeare ook gek. Dus misschien ben jij ook wel een genie. Net als Shakespeare. Zal hem nou niet aan zongen? Ja, wil. Wie heeft jou verteld dat jij een niet bent? Niemand, dat doe jij, hè? Ik heb er geen ander woord voor.
ga je naartoe? Ja, ik moet om 8:30 op mijn werk zijn, dus ik kan beter... een zee van tijd. Zoomen ons. Nee, nee, nee. Ik wil slapen, echt. Nee. Niet doen. Nee. Ik heb een idee, Ik heb in mijn slaapkamer, heb ik in de muur, heb ik een klein Japans radiootje ingebouwd. Geweldig. Ja, ja. En dan kan jij in mijn bed slapen. Fantastisch. En ik hier. Zeg, wat krijgen we nou? Je had het best zin in, dat zag ik. Ik ben toevallig een intellectueel. En een intellectueel die laat zich niet meeslepen door zijn gevoel. Maar dat is verstandig. Nee, nee, alleen dieren die worden zo meegeslepen. Doris, doe nog niet. Ga dan naar je bed in. Slapen en de radio mag keihard in slaap. Oh, God. Oh, het is een tweepersoons. Ja, dat weet ik, ja. Oh, ik voel me toch altijd zo egoïstisch in een tweepersoons. Terwijl ik weet dat er in China hele volkstam op de grond moet slapen. Arme Chinezen, maar ga nou maar. Trusten. Trusten. Mongoliaan. Oh, de tweede knop van rechts. Wel Trusten. Wel Trusten. Staat hij niet aan? Nee. Ik hoor hem niet eens. Wel Trusten! En dat kan je me niet aandoen. Shh, niet zo hard, engel. Ik ben jouw engel niet. Ik ben Felix. Felix! Hallo? Oh! Ben jij het, Victor? Hoe laat is het, zeg je? Nee, ik kom niet vandaag. Nee, ik heb iets onder de leden. Nee, heb ik nog niet gebeld, Victor. Nee. Sorry. Natuurlijk bel ik hem, natuurlijk. Ja. Ja, dag, Victor. Dag. Ja? Hoe laat? 9:45. Wie was dat? Victor van de boekhandel. Oh, wat heb je gezegd? Dat ik iets onder de leden heb. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb nog wat naslagwerk in de bibliotheek. En daarna moet ik nog... Zal ik je voor je doen? Hele pest aan me. Ik heb helemaal niet de pest aan je. Wat de pest aan jezelf, s'ochtends. Ik heb helemaal niet de pest aan mezelf, s'ochtends. En doe niet zo idioot. Ik weet niet wie het andere mensen is, maar ik ben toch verliefd. Oh. Ik ben verliefd op een zalige band. Ik ben verliefd, verliefd. Ik ben verliefd, maar niet verloofd. Ik ben verliefd.
Lexie. Heel lekker stuk van me, hoor je me? Ja, hier. Gemeubileerde kamer. Ja. Je wil kennelijk niet dat ik blijf, dat is duidelijk. Doe niet zo idioot. Maar om je de waarheid te zeggen, vind ik het hier ook niet zo geweldig, hoor. Ik bedoel, de aankleding nodigt niet erg uit. Nee, je was ook niet zo erg uitgenodigd. Vannacht was jij veel liever. Je bent knap en sturig, weet je dat? Zeg, sta je altijd op met van die spontane karakteranalyses? En let op je woorden, jij praat tegen alsof ik lucht ben, word ik razend van. Laat mij dat doen en jij kleed je aan. Ik doe dit en ik kleed me straks aan. En dan ben ik meteen pleit, oh zo. Mensen die niet naar je kijken als je tegen ze praat, daar word ik razend van. Als ik maar ga slapen in het park. Zeg, heb je wel eens geprobeerd om een halve minuut je mond te houden? Heb jij wel eens geprobeerd om dood te vallen? Wat een zeldzame combinatie van vrouwelijke fijnzinnigheid en een spitse geest. En om op eenzelfde hoog intellectueel niveau te reageren. Ga maar door, buikspreker. Geen hond die naar jou luistert. Uit het pijl van je conversatie is echt niet op te maken of je nou praat of kotst. Oh, maar dat is een goeie. Moet je in een verhaal zetten, zacht op de zon, spuit er iemand zijn gezicht? Twee of drie keer in de week word ik verliefd. Poh, niks bijzonders. Je moest zien hoe verraden types ik zo'n val. Gezondheid! En in bed ben je ook totaal waardeloos. Gewoon om je rot te lachen. Hoe noemen ze tegenwoordig lachen? Ik deed gewoon van me verwacht werd. Ik speelde toneel. Ik heb wel eens een beter stuk gezien. Ik val dood. Ik heb de perfecte naam voor jou. Doris Waterplaats. En ik heb de perfecte naam voor jou. Lulletje en vruchtensap. Ik wou dat ik hier weg was. Ik word doodziek van jou. Het ongenoegen is geheel aan mijn kant. Gefeliciteerd. Ik dank u. Als ik je nu zijn naam in een adres opgaf, hè, zou je dan op een baan afgaan? Ik heb jouw hulp echt niet nodig. Mooi zo, dat zit dan snor. Dat zit dan snor. Je lijkt me op het broer wel. Dat zit dan snor. Wat voor baan? Hoeden. Hoeden? Ja, dameshoeden. Een van mijn klanten die was gisteren op de zaak en die doet in zeer exclusieve dameshoeden. En dan zei ze nog iemand nodig had. Maar ik weet niks van hoeden af. Hoeft niet, je leert het zo, denk ik. Ik zou zeggen, Doris, probeer het, hè. Ga erop af. Klinkt zo truttig, hoeden. Ik was vergeten dat je doorgaans vlugger aan je geld kwam. Maar dat neem ik niet. Ik ben fotomodel en actrice en hamer dat nou eens en vooral die stomme rotkoppen onthouden. Ik zei toch ik alleen... Ik ben wat ik verdien en niet wat ik bijverdien. Dat is dan heel jammer, maar de mens is waar is zijn huur van betaald. Godverdomme meneer. En wie ben jij dan wel bediende? Hé, Eridus Dijsjes bediende. Heb je nog niet de strips voor me bediende? Alle tijd om weg te gaan. Ik ben pas om 4 uur terug. Hoe is het toch mogelijk, s'nachts zo lief en aan wakker worden als een rotzak? Is het erg veel gevraagd om een armdom meisje uit te leggen wat er is gebeurd, zodat ze het tenminste kan begrijpen? Heb ik iets verkeerds gezegd? Ja, ik zeg soms stomme dingen, maar daar heb ik niks kwaads mee. Je hebt zoiets moois tegen mij gezegd. Je weet het vast zelf niet meer. Dat was het mooiste wat ik ooit gezegd heb. Maar joh, ik heb het licht aan gedaan naar je gezicht te kijken. Jij straalt van geluk! Jij straalt van geluk, viezerik! Zo.
Zeg, wat doe jij hier? Ik kon geen kamer vinden. Je bedoelt zeker dat je niet hebt gezocht? Wat heeft dat dan met elkaar te maken? Dan moet je toch eens even helpen. Jij moet nog op een gymclubje, dat is duidelijk. Hé, hey, waar ga je naartoe? Als je het ongedierte niet uit je huis kunt krijgen, dan verlaat je het huis en laat je het huis aan het ongedierte. Je hebt geen keus. Ongedierte? Slaat het op mij? Nee, op ongedierte. Op insecten, vlooien, kakkerlakken, witte muizen, miertjes. Ja, dat weet ik wel. Maar jij kan me niet zomaar gaan beledigen. Dat kan niet. Waarom doe je dit nou toch? Het is allemaal jouw schuld. Oké, mijn schuld. Nee, niet dat ik van mijn kamer ben afgegooid, maar dat ik verliefd op je ben. Ach, je bent knettergek. Ja, knettergek op jou. En dat komt door jou. Het had geen zin. En toen kwam jij, mijn lieve. Kom er nou van je af, hè? Oké, ik geef je geld. Hier. Ik geef je $10. Al geef je me $10 miljoen, dan raak je er niet van af. Hé, is dat toch thuis aan het atoomgedierte laten? Nou, zit het dan? Zeg, ik laat me niet door jou mijn fletje uitzetten. Als je maar gaan raaien, ook anders zou ik niet meer tegen je op kunnen kijken. Nou, hoe lang denk je dan nog te blijven? Dat weet ik niet, ik ben er net. Ik ben gevangen in mijn verlof. Hoor je dat ik steeds zing? Doe ik altijd als ik verliefd ben. Je bent een imbecil. Ga je gang maar. Iemand die verliefd is, die kan je niet beledigen. Die kan je niks maken, die zweven. Je gooit ze van het dak af en ze zweven. Zo maar naar beneden. Maar hou nou maar op, hè, over verliefd zijn. Ik heb van mijn leven nog niet van die lamlendige leuke praat gehoord. Ik weet toevallig een heleboel van verliefd zijn af. Ja. Waar jij 2 of 3 keer per week intrapt en weer uitvliegt, dat heeft niets met verliefd zijn te maken. En wat je te koop aanbiedt, helemaal niet. Oh, mag je niet rot tegen me gaan doen, hè? Dit is anders. Ik ben heel diep en rustig verliefd op je. Als een rivier. Als een riool, bedoel ik. Nee, maar je moet niet zo doordrammen, schat. Zeg jij nou wat verliefd zijn is? Vertel het dan, ik ben een en al hoor. Is het als je driftig wordt en gaat schreeuwen zoals nou tegen mij? Nee. Dat beheers je dan ook. Ja, maar je brengt me ook totaal aan de koop. Van de kook. Jij staat buiten alles waar ik om geef. Hier. Jij belichaamt alles waar ik tegen ben. Vannacht was jij er niet tegen. Nee, dat neem ik mezelf nou juist ook zo kwalijk, hè. Ik heb er mijn leven lang gezet tegen dat dierlijke. En dan is het net alsof je een soort smerige uitslag ziet opkomen op je eigen huid. Dat is heel erg, om iemand zo te noemen, uitslag. Ja, maar het slaat ook niet op jou. Jawel, ik ben smerige uitslag, hè? Zo zei ik het niet. Zo zei je het wel. Oké, ik meen het ook, dan ga je naar weg of niet? Ik heb nog nooit iemand ontmoet waar ik me zo smerig en goedkoop voelde. Ja, maar dan dat je wegkomt. Ik begrijp echt niet waarom ik van jou hou. Eruit! Ik kots van je! Ik kots van meer van jou! Eruit! Eruit! Nee, ik blijf hier en ik kots van je waar je bij staat. Oké, dan ik eruit. Maar dat is een goed idee, dat moet je doen. Dat is het enige wat erop zit. Vooruit, eruit! Hey, wacht eens eventjes. Ik laat me niet door jou mijn fletje uitzetten. Nou, bij mij krijg je het niet uit. Zie maar dat je me eruit kan als je zin hebt. Eigenlijk moest ik je uitleveren aan de politie. Maar dat is een goed idee, dat moet je doen. Ja, dat is precies wat ik ga doen. Hup, 2 bellen. En ik doe het ook. Ja, jij doet het. Ja. Jij belt de politie. Ja. En dan kan je donder op zeggen. Ja, jij levert me uit, dan kan ik helemaal inkomen. Ja, verbeeld je maar niet dat ik het niet zal doen. Nee, jij doet het. Ja, ik doe het, ja. Ja, deze keer. Ja, ben ik ook. En ik doe het ook. Wat zei ik nou? Ik zei dat duidelijk nee, hè? Nee, geen bepaalde klachten. Nee, alleen een beetje moe. Ja, ik had het vannacht erg te pakken. Nee, die neem ik nooit, daar word ik duf van. Duf, weet je wel, duf zonder te stinken. Nee, tegen de middag ben ik wel weer bovenop, hoor. Ja, kom ik naar de zaak, kun je op rekenen. Ja, dag Victor, daar. Oh, wat ben jij een grote jongen.
Hou je van me? Oh nee, hoe kan ik zo stom zijn? Alleen in de slaapkamer. Dat luistert bij jou zo nauw. Dat ligt helemaal aan het soort kamer. Hey, schat, ga vanavond samen onder de douche. Kijk ook in de badkamer op je werk. Ik kom vanavond niet terug. En ik meen het. Mijn engel, waar vecht je nou zo tegen? Waarom neem jij jezelf dan niet zoals je bent? Zeg, schat, als jij vanavond terugkomt, neem je dan het sinaasappel mee. We raken er doorheen. Ik kom vanavond niet terug, hoor je wat ik zeg? Nee, jij komt alleen terug om je spulletjes in te pakken. Zal ik het voor je doen dat zo klaar staat? Heimel! Zet ik het buiten de deur, hoef je niet eens binnen te komen. Je gevoel voor humor is net zoals jezelf, flauw en ordinair. Maar engel... Als je nog één keer engel tegen me zegt, dan... Dan neem ik mijn maatregelen. Ik geloof dat jij koorts hebt. Oh god, hoort u dat? Moet u niet lachen? Ze zegt dat ik koorts heb. Je gaat niet naar je werk, je gaat meteen onder de wol. Oh nee, het bolwerk van mijn verstand stort ineen. Onder mij door een termiet. En dan stuurt die termiet me nog onder de wol ook. Oh god, doe iets! Zo praat je niet tegen God. Zo slaat God je op slag in elkaar. Oh nee hoor. Oh nee hoor. God amuseert zich kostelijk, hè God? Oh, nou, waar doet het pijn? Waarom laat je me niet alleen? Doet het hier pijn? Nee, maar jij trapt niet alleen op mijn ziel. Nee, jij trapt na. En dat doet pijn. Maar dat is mooi. Dat moet je in een verhaal zetten. Waarom laat je me toch niet alleen? Omdat ik je gelukkig kan maken. Ik kan jou gelukkig maken als je me op mijn gang laat gaan. En je maakt mij ellendig. Maar liefje. Ja, ja, liefje. Die maak je gelukkig. Maar Felix maak je doodziek. En Felix, dat ben ik, hè? Ik ben Felix. Ik ben jouw liefje niet en ik wil je liefje ook niet zijn. Jij bent doodziek. Ik ga een thermometer halen. Oh, nee. Dit is een nachtmerrie. Dichte mist rondom. Ik gil, maar ik kan geen geluid uitbrengen. Terug. Lig op de bank. Oh, ja, wat geeft het. Zo ben je braaf. Ja, hoor. Zo ben ik braaf. Felix opgepakt, ingepakt, voor het gerecht gesleept. Braaf, zo liefje schatje, engeltje alias Felix. Even ontspannen. Tot het hier ben. Nee. Alle gevoelens moes dood. Even serieus wezen. Hoofdpijn, keelpijn. Zal ik de dokter bellen? Dit is toch krankejorum? De kwaal zal de dokter wel even bellen. Jij moet niet rot tegen me gaan doen. Zoet wezen. Zoet? Ja hoor, ik ben in lui lekker land. En ik moet zoet zijn met de zoete. Zoete lieve brave engel moet zoet zijn. Je bent stapelkankzinnig. Ik heb nog nooit zo raar horen praten. Heb je weer groot gelijk, zoete lieve brave engel mag niet praten op zijn Felix. Felix die is dood. Lang leven zoete brave lieverd. Toe, hou op! Nee, nee. Zeg nou zoete brave lieverd. Zeg nou, hou nou toch op zoete brave lieverd. Nee, dat doe ik niet. En waarom niet? Dan ben ik toch zoete brave lieverd. Hou op, ik word bang van je. Oh, ik begrijp het al. Dat komt natuurlijk omdat ik geen zoete brave lievertjestaal spreek, hè. Dan doe ik het heel anders. Een stuk geen gezeik, de koffer in een vluggetje. We gaan het helemaal maken. En doorzakken tot in alle riolen. En stoeien tot we loeien. En stoeien en loeien. Oké. Jij wint. Ik? Wat win ik? Mijn spullen haal ik al wanneer jij er niet bent. Ga je echt weg, zoete brave lieverd? Dat wil je toch? Of niet, zot? Ja, het blijft de tweede keuze. De eerste keuze was dat je nooit was gekomen, maar dat is niet meer haalbaar, hè? Je hebt me mooi in de maling genomen. Ik dacht dat ik je door had. Je had me ook door. Ik heb mezelf in de maling genomen. Zodra ik de kamer bel ik op. Dat je weet waar ik ben. Niet bellen. Doet er iets zo kinderachtig. Je kan de hoorn er toch opgooien wanneer je niet meer wilt praten. Ik ben toch niet thuis. Jij moet uitkijken dat je niet ziek wordt. Neem maar een aspirientje. Nee. Nee, in de badkamer zijn bruistabletten. Die werken snel. En vanavond bel ik op. Ik ben toch niet thuis. Doris. Doris? Doris? Doris, doe me niet zo flauw, Doris. Doris? Doris!
Let's see that. Aha! Je hebt een serikaal kunnen vinden, hè, Doris? Dan moet je toch eens even heel goed naar Felix luisteren. Aha. Kiekeboe. Toch niet thuis. Victor natuurlijk, ja. Victor. Ja. Hallo. Je kwaad? Helemaal niet hoor. Hoe kan ik een kwaad zijn op de telefoon, hè? Oh ja, heeft ze nog gebeld? Oh, interesseert me totaal niet, Victor. Interesseert me totaal niet, nee. Wat was het nummer, zei je? Ogenblikje, Victor. Ogenblikje. Even een papiertje en een papiertje. Zo ja, Victor, zeg het maar. Victor, nummertje graag, roept u maar. Het zee, Rie, zee. Het zee. Dat is een gek nummertje, Victor. Een gek nummertje. In ieder geval bedankt, jongen. En tot ziens, hè. Dag, old Vic. Het zee. Daar ga je, Doris. Zee. Verkeerd verbonden. Zee. Doris? Felix? Zeg, ik ben toch niet wakker, hè? Oh ja, belden ze? Oh, draait het verkeerde nummertje. Reken maar een hele roemige draai ze met u van de nacht. Roemige draai. Toen zag de stuur, weet je wel, dronken gerijden. Nee, grapje. Nee, ik weet dat hij niet leuk is. Doris, je tv staat hier nog. En toen dacht ik zo bij mezelf. Oh, hoe heet hij, zeg je? Nou ja, zegt dan dat hij tegen drieën terecht kan, hè. Doris, bevalt je kamer? Ook schandelijk. Nou, dan kom je heus wel weer bovenop als je weer onder de mensen bent, hè? Dat is helemaal niet schandelijk, bedoel. Goeie, je zo verdomd over voeders zijn, zeg. Doris, luister, ik heb nog eens over alles nagedacht en ik wilde je spreken. Nee, niet over de telefoon. Goed, nou, kijk, ik heb nog eens over alles nagedacht. En ik kwam tot de conclusie dat we verkeerd gestart zijn. Ja, allebei verkeerd gestart. En ik vind dat onze verhouding kan worden bekeken, ja, hoe zal ik het zeggen, op een andere manier. Ja,
Ja, ik vind dat wij ons elkaar amicaal kunnen blijven frequenteren. Ja. Nee, helemaal geen geleerde dure woorden. Er ligt een telefoon. Door eens luisteren dat toch even. Ik dacht dat als jij nu toevallig niets om handen had, momenteel, ja momenteel, dus nu als je dus momenteel niks om handen had, dan kon je toch net zo goed eventjes... Oh. Misschien kunnen we samen lunchen. Ja, maar dan blijft er nagenoeg helemaal geen tijd meer over, hè. Ik begrijp het, ja. Natuurlijk begrijp ik het. Oh, ik zie je wel tegen zessen. Goed. Ja. Ja, prima, ja, bij mij hier. Doris, ik hoop nou niet dat je denkt dat ik een stuk... Doris? Ga weg. Doris. Zo? De regen leest geen krant, zeker. De whisky staat op tafel. Kom je eraan? Gekocht. Hoe dat zo? Geen lef om te stelen, zeker. Doe je jas uit. Het is een leuke jurk. Ja. De kleur is goed, maar maakt me hier een beetje te plat. Jij ziet er niet zo best uit. Oh, overwerkt zeker. Ga zitten. Whiskytje? Graag. Lekker whiskytje. Beetje ijs? Het slaat niet af. Goed zo. Slaat niet af zo. Zeg, Doris. Cheers. Cheers. Er zit mij iets dwars. Ik wilde je namelijk iets vertellen. Mijn excuses voor mijn emotioneel gedrag van gisterochtend. Ach, laat maar zitten. Ik denk dat het mijn schuld was. Volgens mij heb ik je opgefokt. Nee, het lancet is nooit de oorzaak van de infectie die hij blootlegt. Het feit. Wacht even. Ja, dat begrijp ik. Ja, maar natuurlijk begrijp je dat. Jij bent toch een pintere meid, dat heb ik je toch meteen gezegd nadat we... Je zei dat ik helemaal niet stom was. Precies. En daar wilde ik het nu eens met je over hebben. In feite leef ik nu bijna 30 jaar als een logisch en denkend mens. Ik zwoer bij het verstand, de geest. En dat is het enige waar ik in geloofde. En wat hou ik daaraan over? Een eenzaam leven. Ik dacht dat je ouder was dan 30. Ik word in oktober 30. En feit nummer 2, ik voelde mij onweerstaanbaar aangetrokken tot een meisje. Oh. Jij. Onweerstaanbaar. En deze beide feiten, aan elkaar getoetst via de logica, geeft één kapitaal feit. Ik voelde mij onweerstaanbaar aangetrokken tot één enkel punt in jou. Zullen we eens even gauw ophouden? Je verstand.
Mijn verstand? Je bent niet goed wijs. Maar klinkt het logisch, of niet? Ja, logisch misschien wel, maar het slaat op niks. Ja, maar ik besefte ineens, hè, dat ik me niet voelde aangetrokken tot het dierlijke in je. Nee, dat kon het niet zijn, snap je? Ik voelde mij aangetrokken tot jouw intelligentie die in de knel zat en om hulp riep. Je bent er helemaal opgewonden van, hè? Oh, daar ben ik blij om, want gisteren was jij zo erg aan toe dat ik bijna bang van je werd. Bang? Dat was een zinloze angst. Een voorbarige angst om mijn eigen geestelijke ik. Ik heb verdomde rot tegen je gedaan. En ik kan mezelf al voor de kop slaan als ik eraan denk wat ik allemaal tegen je heb gezegd. Doris, kun je het me vergeven? Kunnen we weer terug vrienden worden? Nee, ik bedoel niet in het lichamelijke. Niet in het lichamelijke? Doris, ik ga jou redden. Redden? Hoezo? Ik ga jou redden uit de situatie die jou belet heeft je verstand te gebruiken. Jij leeft in een jungle. En ik ga me door al die wilde, woekerende wildernis heen kappen. En je bevrijden. Met al dat bos al mee voel ik me net de schone slaapster. Ja, de schone slaapster van het verstand. Oh, maar Doris, dat is geweldig. Geweldig? Ja, je ingeboren, onbedorven beeldend vermogen ziet zomaar kans om zonder enige opleiding een metafoor te treffen. Wat is een metafoor? Metafoor? Kijk, een metafoor, dat is een... Dat is een... Ga naar het woordenboek en zoek het zelf op. En ga de wijde wereld in en ontdek een woord. Metafoor. Ik denk er niet over, ik heb de best aan woorden. Maar je houdt toch van woorden? Jawel, maar niet in een woordenboek. Dan zijn ze zo... Ja, ik weet het niet, dan zijn ze zo dood. Dood. Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Uit hun verband gerukte losse organen op de snijtafel. Onder een schijnwerper van het verstand. Een lijkenhuis van woorden. Oh, maar Doris, dat is geweldig. Bedoel je dat ik weer goed zat? Jee, daar sta ik van te kijken, zeg. Oh, ik wist het, hè. Ik heb dit altijd in jou aangevoeld, waar of niet? Ja, je hebt het er vaker over gehad. Weet ik. Ik vind het zo knap van jou dat jij het gemerkt hebt, hè. De meeste mensen merken het niet. Nou, ik had zelf ook nauwelijks gemerkt, hoor. Moet je er eens even indenken, al die verstandige dingen die ik heb gezegd zonder dat ik het zelf wist. Ja. Een bloem ontbloeit om ongezien te blozen. Verspilt haar schoon in barre woestenij. Dat is nou net poëzie. Dit is poëzie, heel beroemde poëzie. Jee, ik zat weer goed, hè? Kijk, zoals versmacht de vezels van wortels doordringen tot water. Heb ik jou wel eens verteld van dat opstel wat ik op school heb gemaakt? Oh, wat zou ik dat graag lezen? Ja, ik ben het kwijt. Ach, maar je schrijft nog zoveel meer. Weet jij echt? Waarom zou je niet? Weet je, vroeger dacht ik ook dat ik een gezond verstand had, hè? Maar ja, dan krijg je te horen dat je stom bent, jaar in jaar uit. Ach, weten zij veel. Neem op mijn pokkenbroer, van de vroege ochtend tot de late avond. Stommerd. Maar ja, op een gegeven moment ga je denken, waar rook is, dus ook vuur, weet je wel. Allicht. Maar een overgevoelige natuur als jij, die legt het altijd af tegen een bruut. Overgevoelig? Midden in de roos? Hoe wist jij dat ik overgevoelig was? Oh, dat is logisch, hè? Kijk, overgevoeligheid is de prijs voor een denkend leven. Is dat zo? Nou, maar ik ben overgevoelig. Het hoeft niet dat te gebeuren of ik barst zo een huil uit. Neem maar gisteren, toen ik hier wegging. Oh, ja, ja. En waarom? Om niks. Nou, heb jij het ooit zo overgevoelig meegemaakt? Ik had het moeten inzien, hè? Waarom ik me tot je aangetrokken voelde. En ik heb me altijd zo geschaamd dat ik zo vlug moest huilen. Maar het betekent dat je intelligent bent. Ja, en dat betekent dat je intelligent bent. En ik betekent dat ik stom was. Huilen om niks. Stommens, die huilen niet. Die hebben geen trots. Die zijn niet kwetsbaar. Trots. Ja, ik ben heel trots. Natuurlijk ben je trots. Mijn broer zegt altijd dat ik te trots ben. Die pokkenbroer? Nee, mijn oudste broer. Oh. Je kunt toch nooit te trots zijn? Trots bouwt zelf een woning van waardigheid en leeft daarin. Trots bouwt zelf een woning van waardigheid en leeft daarin. Nee, poëzie, hè? Uit een essay van mij. Uit een wat? Uit een essay. Een wat? Een opstel. Oh, nou het klonk als poëzie. Dank je. Je moet toch een groot schrijver zijn, hè? Nou, mijn verhaal deed je anders niets. Wat was er? Ah, van die zon die spoot achter was ik kwaad en spoot er terug. Dat doet er niet toe, hoor. Kijk, maar je moet het ook willen begrijpen. Nou zie ik het zo voor wat me. Zie je? En nou die zon, zelf ook een heel groot gezicht, komt dan voorzichtig over die rand van de wereld heen kijken en doet dan... Bijzonder beeld van je. Dat komt omdat het zo beeldend geschreven is. Je ziet het voor je. Dank je. Moet je nou eens kijken, zeg, ik heb kippenvel. Oh, moet je een beetje whisky in de stok? Nee, ik heb kippenvel. Nog een... Heb je het koud? Nee, het komt door de opwinding, denk ik. Ik weet wat het is.
Het zijn de eerste geboorteweeën. Zeg, hou eens even gauw op. Nee, je begrijpt me verkeerd. Jij als Doris wordt opnieuw geboren. Ik begrijp het. Jij komt uit een andere... Ik word opnieuw geboren. Ik kom tevoorschijn in een nieuwe wereld. Felix, heb je niet gehoord wat ik zei? Oh ja, wat zei je? Ik kom tevoorschijn in een nieuwe wereld. Welkom in de wereld van het intellect. Oh, je begint al een beetje te praten zoals... Felix, ik wil praten. Doorpraten, ik luister. Ah, nee, Felix, niet daar. Doorpraten, ik luister. Felix, wij zijn toch intellectueel? We zijn toch niet lichamelijk, weet je nog? Ja, maar dit is niet lichamelijk. Daarom is het zo opwindend, begrijp je? Nee. Kijk, zo komen wij dus nader tot elkaar. Hè? Geen aantrekkingskracht van lichamen, maar de dynamiek van twee gezonde intellectuelen die uitgehongerd om elkaar roepen. Is dit dus intellectueel? Ja, natuurlijk. Ons gezond verstand? Ja, natuurlijk. En is dit niet het gewone? Wel, nee, Dorf. Wat weet je, Felix? Op deze manier vind ik het namelijk net zo lekker. Oh ja? Zware dag achter de rug. Ben je uit geweest? Nee, alleen voor de lunch. Kijk eens, ik heb afgewassen, het griepje tegemoet. Straks. Toen ik naar de bus uitstapte, hè, toen zag ik hier een meisje de voordeur in glippen. Ik had sterk het gevoel dat jij dat was. Ik? Nee hoor, zou het meisje van beneden zijn geweest. Heb je honger, schat? Nee, hoofdpijn. Nog steeds bij hoofdstuk 2. Ja, ik moest zoveel woorden opzoeken. Het was het meisje niet van beneden. Hé? Oh, hey, wil je iets tegen de hoofdpijn, Engel? Nee, ik geniet ervan. Zoals jij de dingen soms zegt, hè? Heb je nog gewerkt op je woord van de dag? Woord van de dag? Nou, reken maar. Woord van de dag. Impeccabel, dat betekent feilloos. Niet in staat iets fout te doen. In zinsverband gebruik. In zinsverband gebruikt. Toen de schrijfmachine was gerepareerd, bleken we impeccabel geworden. Nee, dat is fout. Waarom? In 3 weken tijd heb je nog geen 2 nieuwe woorden geleerd. Ach wel, waar schijnt het toch uit? Zeg, wat heb jij? Heb jij vandaag het woordenboek in gezien? Nou, nog, dat zei ik toch al. Ja. Waar komt die radio vandaan? Uit een dumpzak was een koopje. Zo? Ja, ik weet niet eens of hij het nog wat doet. Hij ziet er anders splinternieuw uit. Nou, dat is toch een brok antiek. Uit het jaar 0. Kijk, ik had hier een radio nodig. Hè? En die van mij die geeft alleen maar gesis. Die van jou moet je veel te hard aanzetten. Wil je die kunnen horen? Dus ik dacht, kom, die doet me wat. Die oude beestje doet vaak net zo goed als de nieuwe. Hoe dikwijls zijn dat je het woordenboek had ingezien? Ja, dat weet ik niet, hoor, schat. Dat heb je toch? Wil jij eens even naar het woordenboek toe gaan? En het is even goed bekijken. Valt eraan te zien? Recht opzetten, bovenop, goed kijken. Wat is dat? Dat is nou plakband. Zit er al 2 dagen op, is niet van zijn plaats geweest. Waar heb jij vanmiddag gezeten? Wat een rotstreek. En waar heb je gisterenmiddag gezeten? Die tong van jou bevalt me totaal niet. En waar komt die splinternieuwe, vies gemaakte radio vandaan? Ik waarschuw je. Hou op. En die waarschuwing wordt niet herhaald. Oh nee, we gaan geen ruzie maken. Ik wil een eerlijke open discussie zonder emoties. Oh ja? En jij begint met te zeggen dat ik lieg. Ik zeg helemaal niet dat je liegt en ik ben niet van plan me kwaad te maken. Dan tref je het, want ik ben het al. Zou ik dan misschien eens mogen weten waarom, mevrouw? Waarom? Omdat jij een stiekem bent met je plakband op het woordenboek. Ken je dat woord? Stiekem het? In zinsverband gebruikt, Freddy Sherman is een stiekem het. Hoe noem je me? Bij je naam? Fred. Freddy. Schrik je van, hè?
Ik heb een oude schoolagenda van je gevonden. Dat heb je me nooit verteld, hè? Dat jij je naam veranderd had, stiekemut. Sorry, maar voor mij ben jij een stiekemut. Nou, mooi zo. Het is een hele promotie, hè? Naar gluurder, verklikkerer, viezerik. Gefeliciteerd. Dan zou ik misschien van jou nu even mogen weten waarom jij er zo nodig van door moet gaan. En mij voorliegen. Ik moest er gewoon uit en begon me te vervelen. Echt, ik heb het toch geprobeerd. Ik heb het geprobeerd met die hoed. Ik heb geprobeerd om een baan te krijgen. Ik heb echt mijn best gedaan. Heb je het ook geprobeerd met je vroegere bijverdienst? Met mijn wat? Oh, nee. Dat is voorbij. Dat heb ik jou verteld. Dat is voorbij. En waar komt die radio dan vandaan? Ik had iemand geld geleend. Dat heb ik nu eindelijk terug. Oh. Maar waarom heb je dat dan niet eerder gezegd? Omdat ik wist wat jij zou denken. Omdat ik wist dat je me niet zou geloven. Oh! Schijnt dat? Oh! Net als je weer op die verdomde verrekijker staat te loeren. Waarom doe jij toch zo je best om voor een mens door te gaan? Doe toch gewoon! En geef toe dat je God zelf hebt. Waarom moet je mij voorliegen? Wij over en uitgaan en over het woordenboek? Omdat ik een leugenaar ben. Nou goed. Maar waarom heb je het niet gewoon gezegd? Waarom heb jij niet gewoon gezegd dat jij je naam veranderd had van Freddy en Felix? Ik ben erg teleurgesteld. Eindelijk krijg je de kans om iets belangrijks te doen voor jezelf en de verdomme. Maar niet waar, ik heb mijn best gedaan, maar het lukt niet. Ik ben een kneus, punt uit. Jij bent helemaal geen kneus, jij bent intelligent. Ja, maar niet met een woordenboek en een boek over de filosofie, denk. Jij hebt de potentiële capaciteit. Maar ik heb nergens de potentiële niks, hoor. Maar waarom moet je me dan telkens tegenspreken? Wie denk je dat er beter kan oordelen over jouw intelligentie, ik of jij? Jij. Nou, waarom moet je me dat toch telkens tegenspreken? Felix, denk je nou werkelijk dat ik mijn tijd zou verspillen als jij niet intelligent was? Felix, denk je nou werkelijk dat ik mijn tijd zou verdoen aan een oen? Ik zeg dat jij verdomde intelligent bent en dat zou je zelf al lang in de gaten hebben gehad als je niet zo verdomde stom was. Ik ben niet stom. Ik heb een gewoon gezond verstand. En blij doe dat ik met jouw soort verstand, of met jouw soort verstand, is door het over rot. Aha, de kat zit in het nauw en slaat haar atavistische klauw uit. Van die rottige, eenzame woorden, hè, die geen mens begrijpt, daar zijn jullie eens goed genoeg voor, om mensen op een afstand te houden. En weet jij waarom? Omdat je op de dood bent voor mensen. En maar blazen met ongearticuleerde furie. Het enige waar jullie eens goed genoeg voor zijn, dat ze op je eigen pokkentaaltje elkaar te frutselen, waar de rest van de wereld geen barst versnapt. Oké, okay, lekker, maar bij de rest van de wereld, dan blijf vooral een analfabeet. Ik ben hartstikke stom geweest dat ik naar jou geluisterd heb. Doris, ik ga je redden. Je bent een en al nep, het schoon niet te geloven. Jij schrijft zogenaamd niet voor de centen, hè? Maar je stuurt hem een mooie verhaaltje naar de tijdschriften. En even zo vrolijk sturen de tijdschriften ze weer terug. En intussen is het enige wat je hebt. Een nep vleetje, een nep baantje, een nep vriendinnetje ergens. En een stelletje nep worden. Doris, Doris, wat doe je? Wat denk je dat ik doe? Doris, nadenken, geen paniek. Probeer je vast te houden aan wat ik in je zie. Wat jij me ziet, jij ziet niks. Jij bent blind. Zelfs je ogen zijn nep. Ja, ben zo weg! Het enige wat jij me ziet is dat jij nog nooit met een meid in bed had gelegen bij wie jij een kerel kon voelen. Niet Doris. En als jij soms denkt dat jij fantastisch bent in bed, Freddy. Niet zeggen, Doris. Een steenkoutje met de waarde los. Je praat hard. Je doet me niet dat. Weet je waarom? Jazeker! Omdat jij een grote actrice bent en het bed voor jou gewoon toneel is. Zo. Zal ik eens nog eens wat anders vertellen? Niet ik ben koud. Je bent zelf koud. Frigide. Heb je al in die geweldige woordverzameling van je? Frigide. Ach, val dood. Natuurlijk dat je toneel moet spelen gewoon omdat je geen vrouw kunt zijn. Ah, met legend wel, Freddy. Daar is een echte kerel voor nodig, Freddy. Ja. Heel af en toe, heel af en toe kun je met veel komedie, rioolstank en veel vieze woorden, kun je je heel af en toe opzweepen tot een parodie van hartstocht. Ja, heel af en toe. Heb ik gelijk of niet? Schreeuw niet zo. Er is geen hond die naar jou luistert. Oké, ga maar weg. Neem maar mee. Ik heb mijn best gedaan. Doe jij je best maar. Die televisie, die laat ik ophalen. Door en vindt, bekijk hem maar goed. Het gaat er niet om waar je heen gaat of wat je doet of hoe je jezelf noemt. Je bent en je blijft de hoer Doris Wilkens. Oké. En wie ben jij en wie blijf jij? Jij bent niks anders dan de miserige bediende Freddy Sherman die verdomd slechte en nepverhalen schrijft. En die zal hij wel blijven schrijven ook. En weet je waarom? Omdat verdomme de zon niet spuit. Thank you.
Oh, God. Nee. Zal ik je helpen? Nee, laat maar. Hoe kwam het? Ik snee een sinaasappel. Sinaasappel om 5 uur 's middags? Ja, ik dacht, kom, ik ontbijt vandaag eens 's avonds. Heb je jodium opgedaan? Dat zit toch op de pleister? Heb jij fiducie geprepareerde pleisters? Een vriendin van mij heeft thuis een prachtige infectie erop gelopen. Maar in die dingen ben ik fatalistisch. Oh. Je kunt je noodlot niet ontlopen. Groot gelijk. Ik zit altijd over alles in. Groot gelijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja, maar al te pietluttig is ook geen leven. Je kunt ook overreden worden op een zebrapad. Ja. De dwaas doet dat waar engelen voor deinzen. Ja, neem me niet kwalijk, hoor, maar dat kan ik nou weer niet volgen. Ik ook niet. Zal ik je sinaasappel voor je persen? Ah, nee, laat maar. Op een zee van tijd. Zeg, ik had toevallig nog een sleutel in mijn zak. En ik was toch stom toevallig in de buurt. Ik denk, goh, misschien heeft hij nog wel een sleutel nodig. Hey, ik heb een sleutel, hè. En tenslotte gaat er maar één tegelijk in het sleutelgat tussen. Hoe gaat het met Adam? Adam? Jazeker, Adam. Die mooie jongen die je tv kon ophalen. Oh, Adam! Ja, je zei Adam. Dat gaat goed, hoor. Het is de man van mijn vriendin Barbara. Oh, geschikte vent. Ja. Hoe is het met jouw vriendin? Is alweer terug in New York. Ja, best prima. Denk ik, ik heb je nog niet gezien. Hé, wat vind je van mijn pakje? Heel mooi. Nieuw? Ja, een nieuw boutiqueje. Een klein zaakje, maar een smaak impeccabel. Goed zo. Heb je gehoord dat ik het woord impeccabel heb gebruikt? Ik zei het toch goed zo. Ik had kleren nodig voor mijn nieuwe baan. Receptioniste. Oh, fijn. Een groothandel in behang. Alleen voor binnenhuisarchitecten, maar iedereen kan er terecht. Oh, dat is leuk, hè, voor iedereen. Ja, maar kijk, zo doen heb ik dus erg veel tijd voor mijn lectuur, hè. Hé, ken je Oliver Twist van Charles Dickens? Ja. Hij schrijft een beetje in de stijl van Susan Moon, weet je ook niet? Volgens mij gat die van hem. Nou, dat denk ik nou ook. Alsjeblieft. Dank je. Hier. Oh, en ik heb een fotograaf ontmoet. Die schiet plaatjes van me. Als model. Voor een agent en dat soort dingen. Hij maakt een serie van me in 6 verschillende standjes. En daar maakt hij dan een foto van onder de titel Doris Wheeler. 1000 gevoelens in 1 meisje. Vind jij van Wheeler? Oh, geweldig. Goed zo, goed zo. Zo, en hoe staat het met jou? Hoe gaat het met het schrijven? Het is leesbaar. Goed zo, goed zo. Ah, zo, je had echt gelijk met dat sinaasappelsap. Het smaakt impeccabel. Doris. Waarom ben je teruggekomen? Ik heb ook nog 3 nieuwe woorden geleerd. Elitair, modaal en gemotiveerd. Zal ik ze alle 3 tegelijk in 1 zinverband gebruiken? Nee, dank. Het is heel eenvoudig, hoor. Je had gelijk. Ik deed mijn best niet. Je hebt je verhaal terug.
En met een brief erbij nog wel, zeg. Doris, waarom ben je teruggekomen? Wat bedoelen ze met pretentieuze, inconsequente emoties en cerebrale quasi-subtiliteiten? Ze bedoelen dat de zon niet spuit. Tot een leedwezen. Wat verbeelden ze zich, verdomme wel? Doris, waarom ben je teruggekomen? Niemand heeft zoveel van mij gehouden als jij. Zo iemand als jij vind ik nooit meer. Je bedoelt iemand die je probeert te veranderen? En die dan rotdingen gaat zeggen omdat het niet lukt? Dat zal mijn zorg zijn. Ik vind je gewoon een fijne, lieve, begaafde man. Je bent walgelijk, weet je dat? Nou, niet rot tegen me gaan doen, hè? En waarom niet? Ben je ervoor teruggekomen of niet soms? Nee. Nergens anders voor, gewoon om weer de volle laag te krijgen. Fijne, lieve, begaafde man noemt ze me. Ben je dan vergeten wat we elkaar voor hebben uitgemaakt, hè? Is er dan niets van blijven hangen? In die waarschijnlijk uit Japan geïmporteerde plastic hersens van je? Waarom doen we nou niet aardig tegen elkaar? We hoeven maar even ons best te doen en het lukt. Oh god, moet je dat nou toch horen? Ben je dan vergeten dat je misdadig bent, dat je een dier bent? Hoe kan ik nou aardig voor je zijn? Maar je geeft om, dat weet ik. Ja, dat is het hem nou net. Ik geef om je. Zie je wat? Je geeft om. Maar heb je zelf gezegd dat je om me geeft? Ja, ja, maar jij geniet van woorden waar ik in stik. Moet je nou niet zeggen, Felix? Kijk, jij houdt van mij en ik hou van jou. Daar doe je toch niks tegen. Dat is niet jouw schuld. Nee, is niet mijn schuld. Is de schuld van de natuur. Ja. Die brengt mensen samen. Ja. En die bepaalt je niveau. Maar ik schrik alleen maar als ik zie wat mijn niveau is. Nou, neem me niet kwalijk. Maar Felix, het wil toch helemaal niet zeggen dat jij precies zo bent als ik, alleen omdat je van me houdt. Weet je dat zeker? Ja. Zegt jouw instinct dan niet dat ik net zo ben als jij en dat ik bij je hoor? Ach, natuurlijk, Doris. Maar Felix, ik ben helemaal niet precies zoals jij. Vergeleken bij jou ben ik niets. Soort zoekt soort en niets hoort bij niets. Dat is een axioma. Nou ja, misschien is het dan van jou uit wel geen liefde. Misschien heb je alleen maar met me te doen. Of misschien hou je van me, zoals je van een huisdier houdt, van een hond, van een poes. Oh god, moet je net uit de gooi van een hond of van een poes? Ja, maar dat kan toch? Kijk, zo'n beestje heeft geen hersens. Heb je niks mee gemeen. En toch hou je ervan. Dus wat jij wil zijn... is mijn huisdier. Ga dan niet de zaken door elkaar raden, hè? Nee, is een heel luisterrijk idee, hoor. Je zou bijvoorbeeld mijn hondje of mijn stoeipoes kunnen zijn. Felix. Zou je dat leuk vinden, Doris? In de hoek in een mandje. Halsbandje om, 's avonds een blokje om. Ja, is leuk, hoor. Moet ik je wel steriliseren? Nou? Wat nou? Nou, je gaat er niet op in. Is het niks voor je? Waarom doe je dat dan, Felix? Jij bent erover begonnen, hè? En waarom zou je niet? En je bent al zindelijk, je houdt van de baas. Een paar eenvoudige trucjes leer ik je zo. Hè? Boodschappen doen, huishouden. Ik zou zeggen, Doris, probeer het. Hier. Hier, Doris. Ben de baas. Doris, ik meen het. Stel je nou niet aan als een mens. Waarom doe je dat nou? Leg het me dan uit dat ik het tenminste kan begrijpen. Je moet me gewoon een pootje geven. Kom, geef de baas een pootje. Je mag niet vergeten dat ik het woord in mijn kabel heb gebruikt. Als je me geen pootje geeft, doe ik je weg. Oh, ik word bang van. Ik moet je dus weggeven, hè? Moet ik je weggeven aan een arm gezin waar je slaag krijgt? Nou... hoe spreekt die dan? Is het zo moeilijk? Is het zo lastig voor een grote hond als jij? En waarom doe je het dan niet? Als ik het doe, hou je dan op met die komedie? Dieren gehoorzaam, meer niet, begrepen? Geef me de poot. Doris, ik heb het niet zo bedoeld. Vergeef me alsjeblieft, Doris. Kom maar. Laat maar. Ik werd alleen maar een beetje bang. Laat maar. Ik moet eraan wennen. Kijk, Felix.
Jij hoeft niet met me te praten. Als jij naar buiten wil gaan, dan sta je op en zonder iets te zeggen loop je naar buiten, zou ik echt niks van zeggen. En als je 's morgens bij het opstaan zegt, Doris, vandaag geen gepraat, hou ik de hele dag mijn mond stijf dicht. En Felix... Je bent erg lief. Nee, ik wil nog wat zeggen. Nee. Niks meer zeggen. Ik moet denken. Ja, maar daar wil ik het nou juist over hebben, over dat denken van jou. Als denken zo slecht voor jou is, dan is denken niet goed voor jou. Je hebt volkomen gelijk. Denken is totaal uit de tijd. Welk gezond denkend mens gelooft er tegenwoordig nog in? Ik zit hier als een eenzaam anachronisme. Het laatste exemplaar van een uitstervend ras. De laatste dodo. Oh, Felix, hou er nou toch mee op. Nee, ik wil dit heel kalm en rustig onder woorden brengen. En jij moet proberen om het te begrijpen. Ja, maar dan niet van die geleerde dure woorden gebruiken, hè? Afgesproken. Al kun je dan misschien met de beste wil van de wereld niet begrijpen waarom, toch moet je hem op mijn woord geloven. Er staat mij nog één ding te doen. Ik pleeg zelfmoord. Felix, zoiets mag je niet zeggen. Of is het een grapje? Het is bloedserieus. Maar waarom in godsnaam, waarom? Heb ik je niet gezegd dat je met de beste wil van de wereld dat niet zou kunnen begrijpen? Wel, maar... Heb ik het gezegd of niet? En dat je op mijn woord moest geloven. Ja, maar... Heb je zelfs dat niet voor me over? Ja, dat kan ik toch niet? Soms zou ik dat kunnen vermoorden, hè? Blijf jij nou maar van me houden zoals je doet, zonder te weten waarom? Maar zorg ervoor dat deze laatste woorden van hij die gaat sterven niet verloren gaan. Maar Felix, ik kan niet leven zonder jou. Zo iemand vind ik nooit meer. Dan zoek ik maar een graadje lager. Oh. Aan de lezer voor zover geïnteresseerd. Ik heb het toch geprobeerd zonder jou? Nauwelijks 1 week. Ja, hoe lang doet het niet voor zo'n iemand voor leven dat zou worden? Dat kan ik niet. Nu niet meer. Kijk, toen ik jou nog niet ken, toen zou ik het misschien wel gekund hebben. Doris, alsjeblieft, ik zie toch dat ik aan het werk ben. Oh. Nee, dat mag je niet. Waarom niet? Omdat ik het alleen doe. Hindert het jou als ik meedoe? Ja. Waarom? Omdat ik een principiële daad stel. Ik stel een voorbeeld aan de wereld. En met jou de wijze slaat het gewoon op niet. Dat is gewoon naaperij. Maar ik doe het om dezelfde reden als jij. Ja, maar het maakt mijn daad waardeloos. Ach, wel nee. Hoe leg ik je nou toch uit? Kijk, jouw zelfmoord slaat op niets. Jij hebt geen goede reden. Ik kan niet leven zonder jou. Ja, dat is een stomme, sentimentele soort reden. Dan ben je gewoon een amateur. En jij dan? Bij mij? En bij mij is het een professionele uitdaging, een zelfmoord die dat nadenken stemt. En wie merkt het verschil? Hier, deze brief zal alles uitleggen. Aangezien de waarheid dood is, aangezien elke zedelijke moed dood is, heb ik Felix Sherman zelf ook de dood verkozen. Waarom zou ik Doris Wieler ook niet de dood mogen verkozen? Doris, wil je nou even stil zijn? Ja, wat verbeeld je eigenlijk wel? Als ik zelfmoord wil plegen, kan jij me niet tegenhouden. We leven in een vrij land. Ja, precies. En ik vraag alleen maar of jij mijn zelfmoord niet wil verpesten. Maar dat wil ik ook niet. Ik wil alleen niet alleen. Ik wil samen met jou. Dat kan dus niet, punt uit. Niet omdat jij bent. Je bent een vuil egoïst. Maar ik krijg je wel. Ik verscheur mooi jouw hele brief. Dat kun je niet doen. Dat doe ik wel, als jij me niet mee laat doen. Doris, zo harteloos kun je niet zijn. Jij laat het voor allemaal harteloos hebben. Je wil me helemaal alleen achterlaten. Daar ben jij toe in staat. Je trekt hier niks van mij aan. Niemand trekt zich iets van mij aan. Ja, maar liefje, luister nu toch. Dat waren mijn douche als jij liefje tegen me zegt. Maar mijn lief, een wonderlijk meisje. Probeer nu toch eens even in te zien waarom ik het alleen moet doen. Het moet alle voorpagina's halen, de publiciteit. Nou, journalistiek gezien zit je er alleen helemaal van. Journalistiek gezien? Ja, allicht, dat stelt nou helemaal voor. Man pleegt zelfmoord. Als het de krant haalt, haalt hoogstens de gemengde berichten. Kranten staan er vol van zulke kleine lettertjes helemaal achteraan. Maar een uitgekiende dubbele zelfmoord, dat haalt de voorpagina. Dubbele zelfmoord, dat is zo goedkoop. Goedkoop? En je mooie brief dan? Moet die ook op pagina 32? Op het lijk lag een vodje papier. Of wil jij het op de voorpagina? De twee geliefden omklemden een briljant testament met de volgende inhoud, et cetera, et cetera. Je kon wel eens gelijk hebben, hoor. Nos morituri te salutamus. Wat betekent dat nou weer? Wij die gaan sterven groeten nu. Dat is Latijn. Wij? Oh, ik mag deze zelf moeten Doris, je voelt het helemaal.
je voelt het nu helemaal. Hoe gaan we doen? Weet ik het klinkt in het slaaptabletten, maar hoe komen we? Ja, even rustig nu. Ja, maar laten we dit even bespreken. Dan kan ik de praktische kant op. Aangezien de waarheid dood is. Ik kan het toch niet in mijn eentje beslissen. Maar dan moet het slot aan een soort klap op de vuurpijl. Laten we dit even bespreken. Bespreken? De technische details. Oh, verstrooide professor, hoe doen we het? Revolver, mes. Nee, geen messen, alsjeblieft. Oh, godzijdank. Maar we krijgen nooit zoveel slaappillen bij elkaar. Nee, Doris, geen slaappillen. Dat geeft neurotische bijverschijnsels. En we krijgen ze nooit bij elkaar. Maar wat is er dan nog meer in het zachte en pijnloze vlak? Dit is salutaris. Kijk maar wat er aan. Plat van mijn neus. En wat? Gas! Ja. Geen sprake van. Maar wat wil jij dan? Kruiden. Kruiden? Dolle kerven. Dolle kerven? Dolle kerven was het vergif van Socrates. Vergif? Zeg, mag ik even hartelijk bedanken? Zeg, wat heb je nou toch ineens weer tegen vergif? Ja, ik ga daar een beetje mijn darmen laten verbranden, een beetje de krampen krijgen en zo. Ja, maar je hebt toch ook pijnloze vergiften? Waar dan op de supermarkt? Ja, supermarkt. Je hebt een vergifte tegen ongedierte. Ik zie ons op elkaar uitroeien met de stuipers. Doris, dit is geen grapje. Het enige wat erop zit, gas. Gas. Ja, gas is wel het meest logische, hè? Allicht, Sophie. Gas. Oh, en jij wou het toch wel alleen doen? Gas. Nou, hoe gaan we het doen? Ja, dat weet ik nog niet, maar ik moet eerst even die brief afmaken. Dat is zeer belangrijk. Die moeten ze tenslotte vinden, hè? Schat, we zitten met pech. Er is maar één brander die het doet. Dat redt hij nooit voor twee personen. Ach, natuurlijk wel. We stoppen alle gaten en kieren dicht. Dat is even meer werk. Maar dat is een verdomd goed gasstel, hoor. Maar dat kan je toch niet maken? De hele kamer vol met gas. Waarom niet? Zonder van al dat goede gas. Doris, we gaan hier toch geen lolletje van maken? Ik kan er geen lolletje van maken. Zonde van al dat goede gas. Neem die kwalijk, zo ben ik opgevoed. Dat kan ik ook niet helpen. En daarbij, het gaat toch niet. Waarom niet? Ja, toch, die was de ziekte. En doe je het met gas, is er maar één zeer vervelende oplossing. En dat is, je hoofd in de oven. Dat lukt nooit. Hoor je wel. Niet met z'n tweeën tegelijk. We lossen elkaar af, hè? We gaan er geen weerhuisje van maken, hè? Ja, maar ik laat jou eerst gaan, ja, natuurlijk. Ja, jij hebt een ander idee, kom en ik een eentje dood, zeker. Oh, goed, dan ga ik eerst. En ik zover wachten tot jij zover bent? Ja, hartelijk bedankt. Nou, goed. Jouw eerste idee is misschien het beste. Met z'n tweeën tegelijk. Open de klep. Open de klep. De ding. Ja, de klep. Aan u de keuze. Rechts of links? Rechts. Rechts, dus geen punt, ga ik links. Ik ga zonder bril. Dat scheelt. Ja, zo. En dan gaan we samen in. 1, 2, 3. En de hoofd. Oren, je moet op mijn oren letten. Ja, maar je moet dat. Ga maar plat. Ga maar plat. Schuif erin. Ik kom boven je. Platten. Je kan. Schuif maar. Schuif dan. Doris, kom. Schuif dan. Doris. Doris, doe maar niet zo. Ze vergeet de hele boel. Nee, niet kwijt. Maar ik vond het ineens zo'n giller. Ja. We spelen geen zakdoekje leggen, niemand zeggen. We plegen zelfmoord, hè? Ja, Felix, denk ik niet kwijt dat ik zo moest lachen. Ja, meen je het? Ja, eerlijk. Ik wou alleen maar zeker van zijn dat we met z'n tweeën tegelijk konden. Ja, dat is wel het beste, ja. Dat is het beste, ja. Hé. Hey. Wat? Ik heb het. Wat? Vanzelf. Wat? Dat combineert het pijnloze en het dramatische effect. Wat? Springen, hand in hand van een groot gebouw. Springen? Nou, maar dat zie ik nog niet zo zitten. Maar waarom niet? De voorpagina's. Ik vind het doodeng. Wel, nee. Een opwindende vrijval door de ruimte, gevolgd door eeuwige slaap. Ja, ik geloof ook wel dat je er niet veel van zal voelen. Behalve natuurlijk dat je vergaat van de kierende tocht. Wat is dat nou voor een gebaar? Wat is dat nou voor een houding? Die brief van mij, die vraagt om allure. Maar van wat voor gebouw? Dit hier is veel te laag. Nee, dit niet. Het is veel te laag. Nee, een groot gebouw, een hotel of zoiets. En dan midden in het centrum. Ik weet het. Het dakterras van het Hilton. Dakterras van het Hilton. De bar van het dakterras van het Hilton. Daar helemaal bovenop. Ja? Dat zal een klap geven, Doris. Die chique Hilton bar. Ik zie het helemaal voor me zitten. Al die chique mensen. En dan plotseling, onverwacht, komt er ineens
een heel gewoon paardje binnen. Ja, nee. Doodgemoedereerd vragen ze om een tafeltje, vlakbij het raam. 20 verdiepingen, boven de uitbundig verlichte stad. En dan... Nou, dan zitten we daar even, hè? En hier bestelt een drankje. En plotseling haalt hij een envelop uit zijn zak. En die zet hij tegen zijn glas. Dan staan zij beiden op. Beiden. En richten zich tot de lacherige, roezemoezerige zaal. En dan roept die man plotseling met luider stem... Vaarwel, Gomorra. En wat zeg ik? Jij zegt niks. Het is anders mijn idee. Nou, dan zeg jij ook wat. Wat zal ik dan zeggen? Net wat je er binnen zal ik precies hetzelfde zeggen wat jij zei? Vaarwel, goeiemorgen. Vaarwel, Gomorra. Maar wat betekent dat? Wat betekent dat? Nog nooit gehoord van Sodom en Gomorra uit de Bijbel? Ja, die zieke steen zal ik roepen. Vaarwel, zieke wereld. Hou je mond. Waarom? Gewoon je mond houden. Dus dan roepen zij dus beiden... Vaarwel, Gomorra. En begeven zich hand in hand naar het raam. En ze springen. Ja, maar dan geef ik jou eerst nog een zoen. En dan geef ik de hele zaal kushandjes. Dag, we gaan. Dag. Hé, wat is er nou? Ga weg. Maar wat is er nou? Eerst maak je mijn leven onmogelijk en nou mijn dood ook nog. Je gaat je gang maar. Maar gaat het dan niet meer door? Of Engels, zeg nou toch alsjeblieft, want ik wil alleen maar helpen. Opgedonderd jij, verdwijn. Wat doe je? Ik ga boodschappen halen. Jij moet eten, je bent gek van de honger. Nee! Doris, laat me nu niet alleen. Nee, lieveling. Nee, ik laat je niet alleen. Bang zijn. Doris, wat moet ik doen? Weet je, ik begin het te begrijpen. Jij bent precies als ik. Jij wordt ook bang als je iets niet snapt. O God, wanneer ben ik eindelijk van alles af? Hè? Oh. Wat zei die? Er zijn nog 12 wachtende voor u. Nee, Doris, ik ben een mislukkeling. Ik ben gewoon een grote mislukkeling. Maar we hoeven het toch niet op te geven? Laat eten, probeer het nog eens. Nee hoor, geen toetje. Oh. Maar je moet je ook niet zo stom voelen. Ach, het is ook allemaal mijn schuld. Als ik er niet was geweest, had jij al lang in de krant gestaan. Maar jij kan alles, Felix. Jij kan alles wat je maar wilt. Daar trap ik niet in. Daar heb ik niets aan en daar kan ik niet mee leven. Doris, ik heb het. Ik heb het. Wil je even daar staan en naar me luisteren? Ik heet Freddy Sherman. Ik ben bediend in een boekwinkel. Ik heb misschien een tikkeltje talent om te schrijven, maar het slaat gewoon op niks. Het is gewoon niks. En nou jij? Wie ben jij? Doris Wieler. Fotomodel? Ja, en actrice. Helemaal niet, had je gedacht. Wie ben je? Hé, hey, wat is dit nou? Wie ben je? Ik snap er niks meer van. Hoeft ook helemaal niet. Denk er maar eens rustig over na. Je hebt een zee van tijd. En niet bang zijn. Wie ben je echt? Doris Wilkes. Mooi zo. En wat doe je voor de kost? Het wordt al makkelijker. Ik ben receptioniste. Vroeger was ik prostituee. Maar ik heb ook in 2 tv-spots gestaan. Ik dacht ook al, waar ken ik die toch van? Aangenaam kennis te maken. Het genoeg is geheel aan mijn kant. Hé, hey Freddy, het was eigenlijk maar 1 tv-spot. Oh, God!